VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo. VVV geeft punten tegen Sparta in slotfase weg. Zometeen de beelden en reacties. Hoe ziet de toekomst van Hunte, Promes, Jansen en Kastelen eruit? En we kijken vooruit op VVV Heerenveen. Muren, opgepikt van Morsel. Van Morsel nog altijd. Van Morsel met deze poging op de paal. Wat een start van Sparta, wat een pech toch ook weer. Hoekschop met Verhaar. Dus de trap is altijd goed. En daar weer de lat. Muren. Wat een openingsfase van Sparta. Zou Sparta van moeten profiteren met Muren. Maar dan in één keer schieten. Oh, wat een redding. Van Oenerstal. Ongelofelijke eerste 5 minuten van Sparta. Maar nog steeds 0-0. Ahanach misschien erdoor. Hoe snel is hij? En nu heeft hij even zijn techniek nodig. Schakelt Verhaar in, die moet er met links. Oh, Holst is overgestoken. Mooie goal! Soufyan Ahanach, schitterende goal. Kan je niks van zeggen. Post, zo! Op de lat. Gevaar nog niet geweken. En even leek Post te zeggen, die bal was over de lijn. Maar daarvan was geen sprake. Tee. En ruimte nu bij Ralf Seuntjes. Die is dit een strafschop? Jazeker, dit wel. Simon Mulder, niets op af te dingen. Dit is een strafschop. Oh, Hoed heeft hem! Leemans faalt omdat Hoed gewoon weer de vorm te pakken heeft van zijn eerste wedstrijd bij Sparta. Advocaat en Sparta ontsnappen. Kastelen, maar niet fataal. Post ziet Leemans staan. Nog eens proberen, maar dan nu. Oh! Nu laat hij hem lopen. Wat een fout van Yannick Hoed. Leemans heeft direct zijn revanche. Hoe is dit mogelijk? 1-1. Leemans. En weer een fout van Yannick Hoed. Nadat hij juist die penalty zo stoer gekeerd had, ziet hij deze bal helemaal verkeerd. Kastelen, net geen buitenspel voor T. Of wel? Nee, zegt de vlaggenist. En dan laat hij hem toch schieten en dan was het... Nee! Nee, was het mogelijk. Rutte en Hunte. 52e minuut, Leemans. Bal van richting veranderd. Oh, 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 Sparta. 2-1 achter. Dit is een zeer ongelukkig moment. Via de muur. Sterker nog, de elleboog van Kramer. Sure. Seuntjes, op kracht. Seuntjes, dit zijn zijn momenten. Nu weer goed, Hoed. Opnieuw goed ja, nee, Paul. Tjonge, jonge, jonge, jonge. Mooi balletje op Kastelen. Oh, is dit hem dan? Nee, hij wil het te mooi doen. Wat een kans om de wedstrijd zo goed als te beslissen voor Kastelen. Ach. 10 minuten nog. Plus blessuretijd, Bronjo. Robert Muren. Ja, 1-2 lukt. De ruimtes zijn heel klein. Muren! Oh, Muren! Weer een belangrijke goal voor Sparta. Weer buiten de 16. Alsof hij alleen dat maar kan. Ahanach, Friday. Friday, verrassend. Nog eens Kramer. Oh, die zit erin. Die zit erin. Robert Muren, die zit erin. Sparta wint alsnog deze wedstrijd. Hoe kan dit nou? Oh, 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 Sparta, dik advocaat. En Robert Muren, wat een goudhaantje is die man voor Sparta. Dat is toch niet normaal meer. Eindelijk, eindelijk is een keer loon naar werken voor Sparta. Ahanach. Probeer hem maar!
En nu is het afgelopen. Wat een wilskracht heeft Sparta getoond in deze wedstrijd. En wat moet het Robert Muren dankbaar zijn. En wat een opluchting. We zijn slecht aan de wedstrijd begonnen. Terwijl je verwachtte dat Sparta de laatste strohalm zou aanpakken. Ik vind dat we niet goed gespeeld hebben met de ruimte die Sparta liet. Want we hebben heel veel ruimte gehad om te voetballen. Nou, het gedeelte dat we dat hebben laten, wel hebben gedaan, dan creëer je ook veel kansen. Ja, je mist 2-3 opgelegde mogelijkheden om 3-1 en de wedstrijd in het slot te gooien. Ja, en dan in die eindfase verdedigen we gewoon niet goed. En dan verlies je die wedstrijd. Ja. Toch dat te veel spelers dan ook onder de maat bleven in deze wedstrijd? Ja, vind ik wel. Ja, dat kan de oorzaak hebben dat het een lang seizoen is. Maar ik vond dat al vanaf het begin. En kijk, als je nou aan het einde van die wedstrijd dan de vermoeidheid toeslaat. Maar dat mag je niet zo beginnen. Een van de hoofdrolspelers in negatieve zin, Torino Hunte, had dinsdag na de training nog zichtbaar moeite met zijn gemiste kans op de 1-2. Ja, schandalig eigenlijk. Dat die bal er niet in gaat eigenlijk. En dan kan je weer blijven gaan zeuren over makkelijk, moeilijk die bal moeten gooien. Nou, spookt hij nog veel door je hoofd? Ja, zeker. Want op het moment dat je die maakt, dan is het 2-1. Kan ik lintje 3-1 maken, dan is de wedstrijd in principe op slot. En doe je dat niet, komt gelukkig maar lintje dan nog die 2-1. En dan denk je van oké, we hebben wat adem. Maar dan valt al snel die 2-2 weer. En dan ook nog de 3-2. Dus dan is het super balen voor mij dat ik mijn kans niet heb gemaakt. Ja, je gaf aan, je wilde er niet graag over praten. Logisch natuurlijk, maar ja, het lag niet alleen in jou natuurlijk. Ja, dat jullie daar verliezen? Uiteindelijk vind ik dat ik naar mezelf moet kijken. En als die bal erin gaat, dan praat je heel anders naar de wedstrijd. Als je kijkt dat we 4 denk ik, opgelegde kansen krijgen om die wedstrijd te beslissen bij 2-1. Hun hebben natuurlijk ook kansen gehad. Maar dan houden de verdediging en de keeper houdt de ploeg, dan blijven we erin. En dan moeten wij als aanvallers natuurlijk ook voor de verdediging wat lichter maken. Want ik denk als wij die 3-1 maken, dat het helemaal niet zo ver komt en dan speelt de wedstrijd rustigheid. Dus ja, zo dicht is het bij elkaar. Vorige week bereikte de ploeg van Stijn nog de veilig geachte marge van 34 punten. Hoewel de achtervolgers met nog 4 wedstrijden te spelen steeds dichterbij komen, maakt de trainer zich geen zorgen. Er zitten 6 ploegen onder ons. De eerste die onder ons zit is ook nog met 4 punten. Ze spelen allemaal nog tegen elkaar. Een lastig programma, dus dat is het niet. Alleen ik vind het zonde, want je had toch weer een klein beetje aansluiting kunnen krijgen naar plaats 11 en 10. En dat is jammer, want dat laat je na. 34 punten zeggen ze dat het genoeg is. Maar het seizoen is niet voorbij en ook voor de andere ploegen niet. Maar wij moeten gewoon naar onszelf kijken. En hier zaterdag tegen Heerenveen de punten proberen te halen. Vorige week liet manager voetbal Stan Valks doorschemeren dat VVV door wil met Gerald Promes, Torino Hunte en Roel Jansen. De spelers zelf geven ook aan graag in Venlo te blijven. Natuurlijk wil ik graag blijven. Ik bedoel, ik heb me hier fantastisch kunnen ontwikkelen. Goede band met de trainer en krijg veel vertrouwen ook van de fans, supporters. Ik heb meerdere keren in zo'n situatie gestaan dat ik makkelijke kansen heb gemist, zeg maar. En heb ik altijd de steun ervaren van het publiek, van de supporters. Dus dat is wel altijd fijn als je bij een trouwe club als VVV speelt. Dus jullie komen er wel uit, toch, in de Hunte volgend seizoen ook in de koel? Ja, laten we hopen van wel. Ja? Je spreekt nog niet uit dat gaat lukken? Dat weet je. Je weet nooit hoe het in de voetballerij gaat. We hebben allebei de intentie om eruit te komen. Dus we nemen aan dat het gaat lukken, maar je weet nooit. Ik ben met de club bezig over een nieuw contract, dus meer kan ik er niet over zeggen. Je wilt graag blijven? Ik wil graag blijven, ja. Inderdaad. Ik heb het wordt mijn 6e seizoen dan en ik heb het ook naar mijn zin hier. Dus. Ik heb het hier mega goed naar mijn zin, dus de kans is groot dat ik met de club wel uitkom. Maar dat moet nog blijken. Wat gaat Romeo Kastelen doen na dit seizoen? Nou, eerst zorgen dat we helemaal veilig zijn en daarna even rustig gaan kijken wat ik ga doen en hoe het lichaam zich aanvoelt. En daarna kijken wat we gaan doen voor de toekomst. Maar op dit moment wil ik gewoon het seizoen goed afmaken. En ik bedoel, iedereen bij VVV, die spelersgroep, staf,
mensen van de directie, iedereen heeft me hier met hele positieve gevoelens naartoe gehaald. En ja, dan wil ik het ook gewoon mooi afsluiten. Is er een kans dat je blijft? Ja, dat, ik moet eerlijk zeggen, daar heb ik nog niet over nagedacht. Maar ik wil gewoon, gewoon genieten nu. Zeg maar, in het einde van het seizoen, wat er dan komt, ja, dat zien we dan wel. Maar, is de club met jou in gesprek? Nee, de club is niet met mij in gesprek. En ja, die van vooraf wisten we al van, ik kom hier ja, tot het einde van het seizoen en wat er daarna gebeurt. Maar op dit moment zijn we nog niet zo ver. We moeten eerst onszelf veilig spelen natuurlijk. Dat is nu het belangrijkste en daar ben ik ook onderdeel van. Dus we proberen eerst dat stukje goed af te sluiten en daarna zien we wel wat er gebeurt. Zaterdag neemt VVV het in de voorlaatste thuiswedstrijd van het seizoen op tegen Heerenveen. De Vriezen kennen een wisselvallig seizoen, maar strijden nog volop mee voor de play-offs voor Europees voetbal. Dat is ook een uitstekende ploeg. Die wel een paar hele vervelende blessures hebben, hè, met Schaars en Eudekaart. Maar die nog zat kwaliteit hebben om die play-offs te halen. Dus ja, dat wordt een zware wedstrijd, dat weten we. Maar elke wedstrijd is zwaar voor ons. Wat ik met name belangrijk vind is dat we, ja, leren van de fouten die we tegen Sparta hebben gemaakt. Je kunt altijd wedstrijden verliezen en als je dat gewoon er alles aan doet en goed aan zo'n wedstrijd begint, maar de tegenstander is beter of je hebt pech, ja, dan kan dat gebeuren. Of een keer een scheidsrechterlijke beslissing die een keer niet jouw kant op valt. Nou, dat kan allemaal, maar ik vind dat de afgelopen weken hebben laten zien was onder de maat en daar moeten we wel, dat moet wel beter tegen Heerenveen. Rutte, Jansen, Suntjes en Vitor van Krooi trainden deze week niet volop mee wegens blessures. Toch ging Stijn er dinsdag vanuit dat ze erbij zijn zaterdag. Jansen viel geblesseerd uit tegen Sparta. Ik had een blessure aan mijn heup. Een paar dagen voor de wedstrijd al. Toch gestart en achteraf misschien niet de beste keuze, denk ik. En nu lang uitgeschakeld? Of? Ik hoop het niet. Ik hoop de zaterdag weer bij te zijn. Maar dat is nog even de vraag. Ja, het is er niet beter op geworden, maar we gaan kijken naar zaterdag hoe fit ik ben. We sluiten zoals altijd af met een stukje historie. De laatste jaren pakte VVV in de Kool regelmatig punten tegen Heerenveen. Zoals in 2010, de laatste keer dat de Venlonaren wonnen van de Vriezen. Weer de corner dus. Verlengd en dan is het raak. En nu schiet hij hem er wel in. Ferry de recht. Volgende gevaarlijke situatie. Calabro kan hem er zomaar inschieten. Hij gaat erin. Op de lijn nog binnengewerkt. Koning weer kwijt. Daar Calabro voor 3-0. Ja, het is 3-0. Ja, je zegt het zo van het zal toch niet, maar het is wel zo. Sibon staat achter de bal. Tegen zijn oude club VVV dus. 10 minuten voor rust. Om iets terug te doen. En dat doet Sibon. Zo is het 3-1. VVV TV wordt mede mogelijk gemaakt door Sicon Logistics, Keulen Automateriaal en het Vervoerscollege Venlo.